Het is vandaag alweer de volgende dag hier in Verbier. Ik ben op persreis met Triumph, waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Het is echt een van mijn leukste persreizen tot nu toe. En vandaag hebben we weer leuke dingen op de planning staan. Dat ga je allemaal zo meteen in de loop van deze vlog ook zien. Eerst laat ik jullie even mijn sportoutfit zien, want we gaan zo meteen beneden ontbijten. En daarna hebben we gelijk om 9:15 een groepsles. Dus ik heb mezelf alvast omgekleed. Ik heb een sport-BH aan van Triaction by Triumph. En dit is de Magic Motion. En daaronder heb ik een legging aan van Lulu, mijn schoenen Nike en mijn hemdje H&M. Dus ik ga nu naar beneden om lekker even te eten. Goed ontbijtje vandaag. Twee broodjes, croissantje en natuurlijk fruit. Where it feels most sensitive for you. And then you're just gonna roll with your... See, my toe is just barely pushing myself off. You can also bend this leg. You might see like a tennis ball is commonly used. This is really similar. It's just something that's made to not roll around. En ik heb net snel even gedoucht, mezelf klaargemaakt en nu ga ik naar beneden om het uit te checken. En dan gaan we met z'n allen nog even hiken. Maar ik weet niet of ik mijn snowboots nou wel of niet aan moet doen. Dus ik heb ze in ieder geval even los uit mijn koffer gehaald. Want het kan zijn dat er heel veel sneeuw ligt. Maar dat zien we straks wel. Ik ga nu snel mijn koffer verder inpakken en dan naar beneden. Koffertje ligt klaar. Volgens mij heb ik alles ook weggehaald hier. Behalve mijn krulter, die is nog veel te heet. Super irritant. Oké. In mijn koffer ermee. We zien het wel. Ik heb trouwens een truitje aan van de H&M. Daaronder mijn broek van Diesel. En mijn Isa's voor nu. Maar waarschijnlijk moeten we straks dus toch snowboots aan. Maar dat zie ik straks wel. En ik heb mijn haar echt super snel gekruld. Het verbaast me dat het nog steeds zo strak in de krul zit. En dat het niet is uitgezakt. Maar goed, ik ga nu snel de spullen pakken en dan naar beneden. Nou jongens, we zijn nu aan het hiken. We gaan helemaal naar boven lopen bij deze berg. En daar is een restaurantje. Hoe heet het nou? La Marlena's of zo? La Marlena's, ik weet niet meer. Maar ik ben nu al een beetje uitgeput. Want we hebben vanochtend ook een stretch sessie gehad. En gisteren best wel zwaar getraind. Als in workout van de Anne. Maar nu dus helemaal naar boven lopen. En ik wilde eigenlijk mijn snowboots aantrekken, maar er ligt niet zo heel veel sneeuw hier. Dus nu loop ik op mijn Isabel Marant. Terwijl er wel sneeuw op de grond is te vinden. Wel een mooi uitzicht, hè? Mooie zonnewil. Ik is echt tof. Gucci. Gee. Heel vet. Het uitzicht. Af en toe zie je zo'n waterval tussendoor. Hier sneeuw. Het is best wel te doen met deze schoenen. Want er zit anti-slip onder. Oeh. Zou je op je bek gaan? Ja, echt. Dat ging gewoon bijna mis. Maar hoe vet is dit? We zijn echt hoog in de bergen. Want daar is de top al. We zijn er na een kwartier of 20 minuten te hebben gelopen. Met dit als uitzicht. Super pretty. Dit is de lunch. We hebben een salade. En dit is het tweede gerecht. Ik denk dat het rusty is. Het is met aardappel. En wat is dat? Kip? Of champignon? Champignon. Champignon. Lekker. Nou jongens, we hebben weer lekker gegeten. Onze maagjes zijn goed gevuld. Het was dus bij La Marlena. 20 minuten lopen ongeveer vanaf Verbier. Tenminste, vanaf het stukje waar we werden gedropt. En nu lopen we terug naar de taxi. Tegenlicht trouwens. Zo is het beter.
Want dan gaan we naar het vliegveld. Naar huis toe, naar Dwayne, die ik al 17 of 18 dagen niet heb gezien. En dan ben ik alleen vanavond even met hem en morgen. En dan vrijdag ga ik weer weg met de meiden naar Barcelona. Dus ik ben eigenlijk alleen maar weg. Maar goed, binnenkort gaan we ook samen weg. Dus dat is wel fijn. Maar ik geniet nog even van dit uitzicht. Het mooie Winter Wonderland van Verbier. Echt een aanrader om een keer naartoe te gaan. Het is echt prachtig hier. Al die topjes van die bergen alleen al. Die witte topjes. En het schijnt dat je hier ook heel lekker kan skiën. En hierboven, midden op de berg, is het ook echt windstil. Dus dat is wel heel rustgevend. En relaxed. Het is echt irritant die tegenlicht. Maar ik kan niet achteruit lopen, want dan ga ik sowieso onderuit. Dus op naar Geneve Airport. En dan weer terug naar Nederland. Waar nu volgens mij ook best wel vies weer is. Ik heb alleen maar geluk met het weer tot nu toe. Ook New York. Alleen maar zon gehad. En nu is daar een sneeuwstorm. En 5300 vluchten zijn geannuleerd. Oké, camera weg doen, want mijn arm wordt lam. Monique loopt helemaal voor me. Lukt het allemaal? Hou je het nog een beetje vol? Ja, naar beneden wel, hè? We glijden echt naar beneden. De heenweg was wel even een ander verhaal. Wow, iedereen is al helemaal daarachter. Ik ben weer in Lelystad. Oh my god. En Dwayne die wacht op het station beneden, dus ik ga nu snel rennen. Ik ben weer thuis. Ja. Yeah. Ben je zo blij dat ik er ben? Hè? Huh? Eet je snoepje. Ik ga lekker douchen. Eerst spelen. Gaan we spelen? Ja. Good morning. Het is de volgende dag. Ik ben net wakker. En gisteravond toen ik thuis kwam, heb ik lekker even gedoucht. En toen viel ik echt als een blok in slaap. Dus vandaar dat ik ook niet meer mijn vlog had afgesloten. Maar ik wilde jullie nog heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik heb het heel erg leuk gehad in Zwitserland. En ik hoop dat jullie alle beelden ook leuk vonden. Hoewel dit misschien een iets kortere vlog was, omdat ik natuurlijk alweer naar huis ging. Maar toch wil ik jullie bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij heel snel weer terug in de volgende video. Doeg! Tot de volgende keer. Hij is zo knuffelig sinds ik thuis ben. Komt hij helemaal bij me liggen. Kijk, je is zo geschrokken. Oeh, knapperd.